Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben vandaag net aangekomen op het terrein van Bo & Babette van Bibi Premium Horses. Nou, daar ben ik wel eens vaker geweest in mijn video's, dat weten jullie. En zoals jullie weten staat Rio daar. En ik ben vandaag bij Rio. En ik ga op Rio rijden. En ik vind het best wel een beetje spannend. Want hij is eigenlijk altijd wel heel braaf geweest. Maar hij maakte de laatste tijd een beetje spanning met mij. Waardoor ik dus ook spanning kreeg. En weet niet, ik ben gewoon niet meer zo'n held als vroeger. Dus ik vind het echt super spannend. Maar ik ga nu even Bo & Babette zoeken. En daarna even Rio opzoeken. En ik neem jullie vandaag eventjes mee hier. En dan ook weer in huis. Normaal gesproken krijg je ook 5 kwartier in een uur, hè? Dus doe dat nu ook. Praat tegen mij. Dit, daar Tess. Dat is een stukje. Dit had nog lekker ontspannen. Nee, het is goed. Klein beetje wijk, ik help je. Ja, goed zo. Kijk, dit willen we horen. Dus dat proesten wat hij nu doet, dat is jouw stukje. Goed Tess, ga je zitten. Ga je oogbeentjes naar buiten. Ja, nog iets meer. Buig zijn kopje door. Daar. En ja, als je dan voelt dat hij daar netjes geeft, ben je weer net in je hand. Dit. Juist. Push je maar ook naar buiten. Ja, braaf. Braaf. Dat is je stukje. Ja. Daar is mooi. Ik kip er niet, maar dat pleurt op de grond. Snap je? Dit is goed. Kijk, hoe niet snel, want hij maakt zijn passen nu nog af. Ja. Kijk daar, mooi binnenbeen. Druk iets weg naar buiten. Juist. En dan zeg ik, je hebt niks, want hij moet zelf, met dat mooie grote hoofd van hem, moet hij zelf dragen. Ja, precies. Jij moet niet dat hoofd in positie willen houden. Nee. Iets aan, los je in je hand staan als je naar voren draait. Juist, braaf, belonen. Goed, daar, benen. Als hij trekt in je hand, dat wil zeggen dat hij zijn pens naar de grond drukt. Ja. Jij gaat je benen aantrekken. Been, los je hand zijn. Ja, ja. En praten. Praten, je bent een vlog aan het maken. Kom op. Ja, dit is goed. Ik heb liever dat hij een grotere sprong naar voren neemt. Ja. Als dat je probeert te zetten, snap je? Ja, been, los je hand. Hey, been, los je hand. Ja, daar, ik wil sprong zien van hem. Ontspan je zit, alleen je hakken laten vallen. Ja, kijk. Braaf, binnenbeen. Binnenbeen aan. Super! Daar heb je hem! Mooi vast, Jan. Ja! Geen is dat, het is een oude vis, hè? Die komt al weer aan en ik pak hem vast, dan ga ik hem op. Ik denk eraan, je loopt niet achter de kinderwagen, dus je handen recht op. Nee, het is nu wel, toen je ze houdt. Ja, Tess. Ja, Tess, goed zo. Ontspan. Lekker losjes in je hand. Laat hem maar lossen. Juist, handen naar voren. Raak ze niet in de oren maar eens aanraken. Hou twee handen naar voren, want je gaat je safety break, hou jij ook geen deugeltje eraan, hè? Los! Daar, Jan! Steek hem naar voren! Juist, aan en door. Dat heeft hij nodig. Hij moet weten dat hij goed is. Hij moet weten, ik ben de allerbeste pony ter wereld. Ja. Kijk, daar heb je hem. Voel je het verschil? Dus aai hem echt door. Daar, tot dat punt. Juist. Rustig richting mij. Oeh, ik ga dood. Even, kijk dit. Ik heb liever dat hij een keer zo er tegenaan hangt. Kijk, happen mag niet. Want dat hebben we net ook verteld aan. Maar in plaats, kijk. Ik corrigeer hem erop, maar niet te veel hier. Kijk, als hij me hapt, waar gaan we op corrigeren? Dus op zijn benen. Ik wil zeggen, oké, jij hapt daar, daar je poten. Nu precies wat ik heb. Ik blijf wel staan, want ik doe het toch goed. Ik ga laten rusten. Gaat hij mee? Knappe jongen hoor. Kom maar, knappe boy. Heel goed gedaan. Zo, ik zit weer in de auto terug naar Utrecht. En ik heb op Rio gereden. Ik voel mezelf vet stoer. Ik was wel een beetje bangig de eerste paar minuten. Maar daarna liet ik het eigenlijk gauw los. Maar het was wel even natuurlijk heel anders rijden dan normaal. Want we gingen natuurlijk niet echt aan het dressuur werken. En normaal deed ik dat wel. Maar het was nu gewoon een vooral cowboy had ik het idee. Maar het was echt super leuk. En hij was eigenlijk
eigenlijk super braaf. Dus ik ben echt lekker opgelucht. En dat voelde heel fijn. En ik ga nu dus weer terug naar Utrecht. En dan ga ik mijn paarden doen. En daar ga ik jullie ook even in meenemen. En ik denk dat jullie dat misschien wel leuk vinden. Maar ja, ik was even ook terug op Rio te komen. En was ik een stuk positiever dan voorheen. Dus dat is fijn. En maak ik me dus ook iets minder zorgen dat hij volgende week, volgens mij al, ja, dat hij alweer terugkomt naar stal. Dus dat is wel een hele opluchting. Dus dat is heel fijn. En ik ga nu 1,5 uur terug in de auto zitten. Dus dan zie ik jullie zo meteen weer bij mij op stal. Goedemorgen. Het is vroeg, zoals je op mijn hoofd kan zien. Ik zou jullie meenemen naar mij op stal. Dat heb ik niet meer gedaan, omdat... Ik heb verder alle paarden gedaan wat ik kon doen. Dus ik wou ook een beetje snel doorwerken en naar huis gaan. Maar het is vandaag Koningsdag. Dus ik heb een oranje jas aangetrokken. Maar ik doe vandaag weinig aan de paarden. Ik ga ze zo meteen. Het is heel mooi weer. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is heel mooi weer. Dus ik gooi ze zo lekker naar buiten toe. En dan mogen ze lekker vandaag een dagje buiten staan. En dan ga ik Koningsdag vieren. Dus ik ga vandaag het dorp in. En een feestje vieren vanavond. En dan zie ik jullie, denk ik, gewoon weer op... Welke dag is het vandaag? Koningsdag, donderdag, vrijdag? Vrijdag? Vrijdag of zaterdag? Misschien zaterdag. Want dan ga ik op wedstrijd. Dus dat is misschien wel leuk. Maar ik wil eigenlijk zaterdag de vlog uploaden. Dus ik zit nog een beetje in een dubio wat ik ga doen in deze vlog. Het kan ook zijn dat ik morgen dus een leuke challenge of zo ga opnemen. Maar dat weet ik nog niet. Het is eigenlijk een soort weekvlog. Maar eigenlijk niet. Het is een soort 3 dagen vlog. Dus veel kijkplezier. Ik neem jullie gewoon mee. Inmiddels staat lekker alles buiten. En dit is een nieuwe. En dit is een nieuwe. Die heeft nog een beetje snotneusje van transport. Maar die hebben bij elkaar gestaan. Dus dat kan wel. En Vist die is echt immuun voor het leven. Dus die heeft al zoveel paarden meegemaakt op onze oude stal ook. En hier. Maar anders kon hij niet buiten. En dat vond ik een beetje sneu. Dus dan heb ik daar nog wel een heel klein paddokje. Maar die is eigenlijk voor Ro. Die vind ik dan te klein voor zo eentje. En dit is dan ook een klein stukje. Maar dan kan hij in ieder geval lekker naar buiten. Dus dat is heel fijn. Hey. Kijk, wij zijn oranje. Soort van. Jij bent wel echt wel oranje. Ik krijg anders dan paardenkleren. Ja, jij hebt ook echt oranje schoenen. Je bent niet zo lenig, vertel. Niet zo lenig. Wow. Lenig? Zo lenig. Ja, wij gaan nu naar het dorp. Ik keer geen paarden. Kijk hoe oranje we zijn. Je hebt ook boven je ogen. Ja. Dus ik keer geen paarden. De paarden zijn lekker buiten. Wij gaan vandaag Koningsdag vieren. Dus ik ben morgen weer bij jullie. En dan zien jullie mij niet meer zo. Dus de overgang denk ik straks in de video. Dan denken jullie in één keer, wow, blote billen gezicht. Nee joh. Nee joh. Nee joh. Nou, doei. Goedemorgen. Dit is de dag na Koningsdag. Dat kan je wel horen, denk ik. Ik heb loop schil blijkbaar. Vanmorgen was het nog veel erger, mijn stem. Ik had niet eens een stem. Dus top dat hij er nou weer is. En ik ben op stal geweest. Ik ga nu even naar de winkels, want ik wil nog wat halen. En ik ben net even de paarden bezig buiten zetten. Maar het is echt heel vies weer. Het is een beetje miserig, maar wel te doen voor ze. Dus prima, lekker naar buiten. Lekker frisse neus halen. En ik ga, ja, wat ik al zei, naar de winkels. En dan ga ik vandaag met Jente nog even oefenen voor mijn wedstrijd van morgen. En ik denk dat het toch wel leuk is om jullie morgen dus gewoon mee op wedstrijd te nemen. Anders wordt het wel een heel saai vlogje, een soort weekvlogje, maar dan midden in de week gestart. Woensdag gestart. En dan probeer ik de video op zondag al te delen. Dus dan ga ik zaterdag, gelijk na mijn wedstrijd, ga ik gelijk editen, zodat hij er zondag op staat. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Dus dat ga ik voor jullie doen. Ik hoop dat er iemand op stal is vanmiddag die kan filmen. Het rijden even met Jente. Dan ga ik ook nog de verkooppaardjes grondwerken, want die zijn wat bangig. De zwarte is wel echt heel erg bij aan het komen. Die is niet meer zo heel bang. Maar de witte is nog wel heel erg bang. Dus ik ga lekker grondwerken met die.
Dan ga ik nog even Santos longeren, denk ik, aan de bijzet. Of aan de die wat over zijn rug heen loopt. Of Willemijn gaat hem rijden. Dat weet ik niet, want Willemijn komt ook vanmiddag. Maar we hebben nog een handelspony in dat Tucker natuurlijk. En ik denk dat Tucker eerder gelongeerd wordt dan Santos. Dus dat moet ik even kijken hoe de dag loopt. En verder ga ik wat klusjes doen op stal. Niet zo heel veel bijzonders. Dus ik ga jullie vandaag een beetje proberen mee te nemen door de dag. Maar ik denk dat het allemaal niet zo heel bijzonder is. Dus ik denk dat het veel leuker is om gelijk door te skippen naar morgen. Maar ik probeer zoveel mogelijk te filmen vandaag wat leuk is. En wat leuk is komt in de vlog. En wat niet leuk is, dat knip ik er weer uit. Dus nou, ik ga in ieder geval nu naar de winkels. En dan laat ik jullie zo even zien wat ik heb gekocht. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké. Plans changed. Ik ben eerst even langs Ticento gereden, dus daar ga ik nu heen. Jullie gaan even genieten van de beelden van Tiesje. Nou, ik ben aangekomen bij ze. Ze staan lekker buiten met een andere vriendin en vriend. Hey Jess, hi! Hi baby! Nou, ik denk dat jullie wel kunnen zien hoe heerlijk het weer is. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Het is de hele dag vies miserig geweest. Echt heel smerig. Nou, zoals ik al vertelde, ik zou even Jente gaan rijden. Maar ja, dat is dus niet gefilmd. Ging eigenlijk best wel heel erg goed. Ik rijd Jente eigenlijk altijd gewoon op een trendje. Maar ik merk, ik had vandaag geprobeerd met een stangentrend. Want ik heb haar vroeger wel eens op gereden. Voor, zeg maar, dat we even waren gestopt. En toen... Soms bevalt het me en soms bevalt het me niet. Maar vandaag dacht ik, nou, ik ga het eens proberen. Want ja, ik heb best wel moeite met sommige stukken. Misschien kan dat me dan wel helpen. Maar ja, eigenlijk zit de stang er niet eens aan. En dan rijd ik eigenlijk voor niks mee. Maar goed, het ging eigenlijk heel lekker. En ik moet een beetje oefenen met het sluiten en de galop nog. Want ik heb een beetje moeite naar mijn eenvoudige wissels toe. Dat ze dan net een beetje uitdramt. Maar dat ging eigenlijk heel erg goed vandaag. Mijn lengtebuiging ging eigenlijk ook een stuk beter. Mijn appiëmenten, dus daar ben ik heel erg tevreden mee. En ik heb vandaag, nou ja, zoals je ziet, net lekker in de regen met de nieuwe Spaanse handelspaarden gewerkt. En handelspaarden klinkt ook zo wat. Verkooppaardjes. Paardjes. Gewoon paardjes. Met de paardjes gewerkt die voor de verkoop zijn. Dat klinkt leuker. En ik ben eigenlijk heel erg tevreden. Want de witte is best wel heel erg bang. Van Dango heet hij trouwens. Die is heel erg bang. En ik moet zeggen, ik heb lekker met hem gegrondwerkt. En uiteindelijk duurde wel even voordat hij kon ontspannen. Maar uiteindelijk weer ook spannen. Ging een beetje likken kouwen. Dus het was heel fijn om met hem aan het werk te gaan. Ik heb ook nog met Mojito gewerkt. Dat is de zwarte. We hebben zwart en wit. Mojito is de zwarte. En ja, dat is gewoon een heel fijn diertje. Die is ook een beetje bangig. Maar... dat is echt wel... die is een stukje brutaler nog, zeg maar. Die begint allemaal wel een beetje te landen hier. En die heeft al een keer eerder gegrondwerkt. Voor Fandango was het de eerste keer. Ik had hem eerst even een beetje met rust gelaten de eerste paar dagen. Ik denk, ga jij maar even gewoon chillen. En ik wou een heel klein beetje met Mojito heel licht werken. Want hij was een beetje snotterig. Dus ik wou heel lichtjes een beetje laten draven. Dat het even een beetje... Dat het een beetje los kon komen. En nou gaat het heel erg goed met hem. Hij begint al helemaal op te knappen. Snopneus is bijna weg. Dus dat is echt heel fijn. Dus dat heb ik nog even gedaan. Lang verhaal. Maar nu ben ik alweer bijna 3-4 minuten aan het praten. Maar ik ben nu klaar. En ik ga lekker douchen. Want daar heb ik zin in.
En ja, ik vind het jammer dat ik jullie niet mee heb laten kunnen kijken vandaag. Maar ik denk dat het wel interessant is om misschien een keertje mee te kijken naar de verkooppaarden, denk ik. En ja, jullie gaan voor mij morgen voor jullie over een paar seconden, gaan we lekker op wedstrijd. En dan is de vlog pas echt interessant. Al moet ik zeggen, dat stukje met Boos natuurlijk ook wel leuk om te zien. Maar heel veel gepraat in deze vlog. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden om een keer een beetje een praatvlog te zien. Want ja, af en toe moet ik jullie een beetje up-to-date houden. Dus ik ga lekker naar huis toe en dan zie ik jullie morgen weer. Voor jullie over een paar seconden. En dan gaan we lekker op concours met Jente. Tot morgen. Goedemorgen deze morgen. Het is zaterdag inmiddels. En ik zei al gisteren dat ik op wedstrijd ga vandaag. En ik ben nu eerst even bezig met de waterbakken vullen en de kuilbaden vullen. En ik heb ondertussen al een aantal buiten staan. Ik moet er nog maar eentje buiten zetten, dus ik heb eigenlijk alles buiten staan. Dus dit is de laatste paddock die ik nu doe. En dan ga ik de laatste buiten zetten. En dan ga ik even ontbijten. Want het is nog vroeg en ik heb nog niet ontbeten. Dus Jente mag nu ook eerst lekker ontbijten. Want ik moet om 3 uur pas starten. En het is een kleine 3 kwartier tot een uurtje rijden. Ongeveer 3 kwartier. Maar ik hou meestal een uurtje aan. Want je weet nooit wat er op de weg gebeurt. Dus laat ik zeggen dat het een uurtje rijden is. Dus ik wil ongeveer hier 1 uur, kwart over één ongeveer vertrekken. Dus ik kan nu nog lekker buiten staan. En dan rond 12 uur haal ik er even uit de paddock. En dan ga ik er even klaarmaken. Dus dan denk ik wel dat ik tijd genoeg heb. Mits ze heel erg vies is. Want dan niet. Maar goed, komt helemaal goed. Ik ga nu even met de waterslang lopen naar de laatste waterbak. En ik zie Tucker in de verte heel erg bokken. Jammer dat ik mijn camera niet omgedraaid had. Dus dat ga ik nu nog even doen. En dan ga ik de laatste buiten zetten wat ik al net vertelde. En dan ga ik Jent klaarmaken. En ik neem jullie vandaag mee. En ik denk dat het wel een heel stuk leuker is dan andere dingen. Nou, ik ben even bezig met mijn hoofdstel en mijn zadel schoon te maken. En de paarden staan buiten. Wat deed die zwarte nou? Die zwarte nieuwe Spanjaard. Die had een wat lager paddockje. Maar ik wou hem dus niet echt samenzetten. Omdat hij een beetje snotterig was. Behalve met degene waar hij al naast heeft gestaan. En toen sprong hij over dit hek heen. Echt een springpaard. En nu staat hij even in de buitenbaan. Dat was prima. En hangt zo even een hangbak met water op. En dan blijft hij hier maar even staan de rest van de dag. Prima. Nou, ik heb mijn haar in een soort knot proberen te frummelen, maar het is echt een drama. Ik heb zeg maar ook extensions. Niet echt lang, maar voor mijn haar wat dikker te maken. Want ik heb het ooit geblondeerd en toen was het helemaal misgegaan. Dus het ziet er nou wel beter uit hoor, maar ik heb ze nog steeds. Meneertje, idee over hekken springen? Ja, zegt hij. Ja? Idee over hekken springen? Nee? Dit is echt wel een heel stuk minder bang. Dit vindt het echt wel heel gezellig, hè? Allemaal. Ja. Yeah. Maar goed, mijn haar zit echt helemaal vreselijk. En zo betekent een vriendinje van mij misschien dat zij het nog even kan fixen voor me. Want dit is echt helemaal shitty. En het is nu inmiddels volgens mij iets van 11:30. Dus het is bijna tijd om Jente even de staart te wassen en alles even netjes te maken. Want mijn vrouw die zal weer vies zijn. Dus ik ga nou even kijken hoe vies ze is. Want anders kan ik wel eerder beginnen. En anders dan mag ze nog even een half uurtje staan. Maar even kijken hoe vies ze is. Oh, ze heeft heerlijk gerold, zie ik. De hele staart is grijs. Dus we gaan haar toch even wassen, hè, meisje? Dan ben je mooi schoon. Wauw. Wauw. Mooi. We gaan jou even wassen. Ja. Ik heb Jente inmiddels gepakt. Zoals je ziet, zit ze nog heerlijk onder het zand. Maar ik dacht, ik ga er eerst even vlechten. Want de manen zijn nu wel schoon. Dus ik doe eerst even de klotjes maken. En daarna ga ik er lekker borstelen en klaarmaken. Nee? Dus dan zien jullie zo weer als ze weer een beetje netjes is. Hey! Hi! Nietje is mee. Ja. Nietje is trouwens mijn oude bijrijder ook. Ja, echt. Want jij hebt nog bijna een jaar of zo, ja, zeker. Ongeveer, maar wij kennen elkaar al sinds dat we 12 zijn of zo. Zij kent mij al sinds dat ik met Jess over de bakranden heen vloog. Dat paard was echt niet raar. Maar wel top. Jess is trouwens de mama van mijn veulen. Dus dan weten jullie een beetje wie Jess is. Want ze komt niet heel vaak in mijn vlogs voor. Maar ik ben aangekomen met Jentie op wedstrijd. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar
Ja, de trailer zit eraan. En we gaan even, ik ben hier nooit geweest, dus we gaan even kijken waar ik heen moet en waar ik moet losrijden en waar überhaupt gewoon wat ik moet doen. Dus dat gaan wij nu doen en dan zal Nietje vast wel een stukje van mij voor filmen of misschien medeproef of we zien het wel. En dan een stukje losrijden en dan nemen we jullie gewoon even lekker mee vandaag. Yes! Doei, tot zo! We zijn terug in de auto. En Linkje, we zijn tweede geworden. En hartstikke mooie punten. Hartstikke mooie punten. 228,5. Zo, ik ben tevreden. Het zijn 2 winstpunten in 1 proef. Dus ik ben weer helemaal happy. Ja. Maar ik had hem kunnen winnen. Ja. Maar ik reed verkeerd. Echt te dom dat functioneert eigenlijk. Want ik rijd die proef denk ik echt al deze hele maand bijna. En dan ga ik gewoon mijn achterwaarts vergeten. Nee, kan gebeuren. Echt heel dom. Echt heel dom. Maar goed, anders had ik 230,5 gehad. Maar goed, ik ben super tevreden. Ja. En ik heb mooie punten. En ik zie ook weer progressie terug in mijn eenvoudige wissel. Want ik heb voor 1 eenvoudige wissel ook weer een 7. En dat was elke keer dat ze een beetje drammerig werd. En die andere had ik ook een 7 volgens mij. Kies, zie je eens even kijken. Ja, hier een 6. En dan hier. Want die was ook een beetje uit elkaar. Oh, hier was ook een 6. En die andere was een 7. Dus op zich, het zijn voldoendes. Ja. Dus I'm happy. Super. En uitstrekken ook weer mooie cijfers. En mijn houding in zit is weer omhoog gegaan. Dat is ook weer fijn. Ja. Dus ik ben al met al echt super tevreden. Dus wij gaan nu lekker Jente weer naar huis brengen. Want hij is een eindje terug. En dan zie ik jullie weer op stal. Tot zo! Inmiddels zit ik even alleen in de auto. En Nietje rijdt achter mij aan. We gaan nog namelijk even bij Ticento kijken. Dus ik dacht, nou, jullie hebben deze dag of gisteren hebben jullie hem al gezien op de vlog. Maar goed, altijd leuk om hem nog even een keer extra te zien. En daarna ga ik ook de vlog afsluiten. Dus blijf nog even kijken. Dan gaan we nog even naar Ties. En dan zie ik jullie zo meteen weer bij Ties. We zijn inmiddels aangekomen bij Ties. Wat vind je van hem? Hij is zo schattig. Echt een meneer heeft even zijn hals erom, dan kan hij hier wat meer aan wennen. Meneer, hi. Kom even kijken. Mijn tandjes te zien. Kijk eens hoe mooie tandjes die heeft. Zijn tandjes komen door. Cheese. Doei Ties. Doei. Stoutert. Stoutert. Doei Jazzy. Boefje. Boefje. Je hebt melk op je neus. Je hebt melk op je neus. En je hebt een vieze oog. Kom hier. Zo. Ba. Dag Tut. Dag Tut. Kusje. Kusje. Doei.
Ik ben inmiddels thuis aangekomen en ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Lekkere chaotische vlog, maar lekker meegekeken weer, denk ik. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vinden jullie het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij mijn volgende video's. Doei!